Bagger en buikdans. Dat was de titel van een krantenartikel over de ontmoeting van Ajax tegen het Turkse Fenerbahçe eind 1968. In het duel in de tweede ronde van de Europa Cup wisten de Amsterdammers niet wat hun te wachten stond. Toen die wedstrijd gespeeld had moeten worden, kreeg je deze scène 's middags dat de scheidsrechter de wedstrijd gaat, het veld gaat keuren. Ja, je ziet wel dat het niet kon. En toen werd besloten dus uit te stellen. Nee, daar zit je dan, 24 uur te wachten. En de spelers die zijn toen gezellig gestappen, 's avonds natuurlijk in een nachtclub. Met een verleidelijke buikdanseres. En Johan Cruijff werd zelfs nog even uitgenodigd een buikdansje te doen. Ik denk niet dat hem dat erg goed gelukt is. Hij was heel soepel, maar daar zie ik hem toch niet onmiddellijk vooraan. Zien we een foto, kun je zien hoe slecht het veld was. Hier hebben we op gevoetbald. Alsof er een olifant langs geweest is. Ja, of de aardappel gerooid zijn. Dit was het veld. En dat werd één dag uitgesteld en de volgende dag moesten we weer op spelen. Toen was het nog precies hetzelfde. Onder druk van iedereen is die wedstrijd gespeeld, maar het veld was nog niets beter. Ik heb nooit in mijn hele leven op zo'n modderveld moeten spelen. Iedereen zat binnen de kortste keren onder een enorme zwarte laag blubber. Maar Ajax bleef overeind en vooral Gert Bals bleef overeind. Tot de rust in ieder geval. En na de rust brak Ajax de ban en dat deed het in de persoon van Piet Keijzer. Die counterde de bal vanaf de 16 meter lijn die al lang niet meer te zien was. Denkbeeldig was geworden. Jaste die hem achter de keeper. Ajax leidde met 1-0. Nou, en ik heb later via een combinatie met Cruijff slaag ik erin die tweede goal te maken. Alleen, ja, Piet kreeg van een sjeik uit Kuwait, kreeg hij wel een prachtige loge en Klaas kreeg natuurlijk niks. Daar hebben we natuurlijk om gelachen. Kijk, dat is Sjaki. Toen hij het veld afkwam. Zie je? Dus wat, die heeft ook wel een slidingje gemaakt. Dus Sjaak Zwart was toen ook zwart. Ja, maar die kreeg toen een slinger verschrikkelijk. En die lag in de moeder. Nou, die moesten we gewoon uitgaan. Maar het was een trip voor ons om nooit meer te vergeten. Maar we waren wel in de volgende ronde. Dus iedereen natuurlijk ontzettend blij.